Radio. Radio. Welkom bij Ratatouille Radio. En we zijn aanbeland bij de letter G in Dirk's A tot Z van de popmuziek. En we gaan ons richten op de jaren 80. We begonnen met Generation X en in 1980 zongen ze Ugly Rash. En dat is de B-kant van de single Dancing With Myself. Generation X werd in 1976 opgericht in Chelsea, Londen, United Kingdom. Door William Broad
die de artiestennaam Billy Idol ging gebruiken. Juli 1977 tekende Generation X een platencontract bij Crusaders Records. In 1978 verscheen hun debuut-LP Generation X UK, gevolgd in 1980 door Valley of the Dolls. Eind 1980 ging de band uit elkaar. In 1981 begon Billy Idol een nieuwe band met als naam Gen X. Er verscheen een album, Kiss Me Deadly, maar deze had geen succes en de band ging uit elkaar. Billy Idol begon hierna een succesvolle solo carrière. Van Generation X verscheen er in 1998 nog een album dat in 1979 was opgenomen. Ook verschenen er net van 1999 tot en met 2010 nog 5 live albums, opgenomen in de periode 1978 tot en met 1981. Looking up the ladder, it's laying on the ground. Thinking one false step and it's down, down, down. Am I supposed to tell all? Are you supposed to look? Do you take no notice? Begin all over again. Out there in the desert, there is the ancient monuments I stay, where I found integration, and all my dreams drew round me and complained, and I was left in a wilderness of shame. You left me out there in a wilderness of shame. Magic lock, a new time remembered what the rest of us forgot. I threw the secret formula upon the table plane and sat there waiting for the strings to begin again. Uit 1980, Vic Goddard en The Subway Sext, A Vertical Integration. En dat kwam van het album What's the Matter Boy. Vic Goddard werd in Mortlake in het zuidwesten van Londen geboren als Victor John Napper. In 1976 richtte Goddard Subway Sext op met 3 andere fans van de Sex Pistols op voorstel van Sex Pistols manager Malcolm McLaren. Tijdens het opnemen van hun debuutalbum ontsloeg hun manager plotseling de hele band, behalve Goddard. In 1980 richtte Goddard met nieuwe muzikanten Subway Sext opnieuw op. Na 1 album ging Subway Sext alweer uit elkaar. Vic Goddard is nu ook een soloartiest, terwijl hij blijft optreden met verschillende incarnaties van Subway Sext. MUZIEK
Uit 1980, Klaxo Babies. En ze zongen This Is Your Life. En het komt van het album Put Me On The Guest List. Klaxo Babies is een eind 1977 opgerichte post-punk band uit Bristol. Het waren drie verschillende fases in het leven van de band. En na afhankelijk uit elkaar te zijn gegaan in 1980, hervormden ze zich in 1985... om uiteindelijk weer uit elkaar te gaan in 1990. De band hervormde opnieuw in 2015 voor het Unpeeled 2015 evenement en is tot op heden nog actief. Van Klaxo Babies verschenen in hun hele carrière maar drie albums, vier singles en één compilatiealbum.
Uit 1981, Gang of Four, What We All Want. En het komt van het album Solid Gold. Gang of Four was een Engelse post-punkband in 1976 opgericht in Leeds. De oorspronkelijke leden waren zanger John King, gitarist Andy Gill, basgitarist Dave Allen en drummer Hugo Burnham. Er zijn veel verschillende bezettingen geweest in de band, waaronder naast andere opmerkelijke muzikanten Sarah Lee, Mark Heaney en Cale Endorsey. Van 1979 tot en met 1984 verschenen er 5 albums van Gang of Four, waarna ze uit elkaar gingen. In 1987 kwam de band weer bij elkaar en maakte ze in de jaren 90 nog 2 albums. De originele line-up kwam in november 2004 weer bij elkaar. Tot 2019 verschenen er nog 5 albums. Februari 2020 overleed Andy Gill, wat ook meteen het einde van Gang of Four betekende. Uit 1982, The Gist, Clean Bridges, en het komt van het album Embrace the Hurt. Nadat in 1980 de band Young Mabokaians uit elkaar ging, vormde Stuart Moxham de Gist. Na een zeer ernstig motorongeluk concentreerde Stuart zich op home recording, wat resulteerde in het album Embrace the Hurt. Stuart Moxham bleef hierna onder diverse namen platen maken. Ook weer als de in 2003 opnieuw begonnen Young Mabokaians. I hugged it.
uit 1982, Green on Red, Illustrated Scrolling, van het album Green on Red. Green on Red werd in 1979 in Tucson, Arizona, USA, opgericht als de Servers. In de zomer van 1980 verhuisden de Servers naar Los Angeles en veranderden hun naam in Green on Red. In 1982 verscheen het mini-album Green on Red. Hierna verschenen er tot 1987 met diverse bandwisselingen nog 4 albums, waarna de band uit elkaar ging. In 1988 kwam Green on Red in een nieuwe samenstelling weer bij elkaar. Na 4 studio en 3 live albums te hebben gemaakt, ging de band in 1992 weer uit elkaar. Van 2005 tot 2006 kwam de bijna originele line-up van de band weer bij elkaar voor diverse optredens. Uit 1984, Johnny G, Next Stop Amsterdam, en het komt van het album Sand Dance Ska. Johnny G, geboren John Cotting,
is een singer-songwriter. G's eerste band was Johnny G en de Claymans uit begin jaren 70. Hoewel hij al solo was tegen die tijd dat zijn eerste single in 1972 in eigen beheer werd uitgebracht. Eind 1970 tekende G een contract bij Becker's Banquet en werd hij een van de eerste artiesten die een single op dit label uitbracht. Call Me Buana. Hippie Graveyard volgt als tweede single. In 1979 verscheen het album Sharp and Natural G-Beat. Sindsdien zijn er maar weinig nieuwe G-releases geweest, maar altijd het wachten waard. In 1980 G-Beat. In 1982 Water into Wine. In 1984 Saint Dane's Car. En in 1985 samen met John B. Spencer Out with a Bang. Uit 1984, The Gun Club, Walking with the Beasts, en dat nummer komt van The Las Vegas Story. The Gun Club was een Amerikaanse postpunk band uit Los Angeles, Californië. Die bestond van 1979 tot 1996. Opgericht door singer-songwriter en gitarist Jeffrey Lee Pierce, waren ze een van de eerste bands in de punkrock subcultuur die invloeden van blues, rockabilly en country music in hun liedjes opnam. De Gun Club wordt ook wel een tribal psychobilly bluesband genoemd, evenals de initiatiefnemers van het cowpunk en punkbluesgeluid. Jeffrey Lee Pierce overleed maart 1996, wat ook het einde van de Gun Club betekende. Oh,
1985 Gene Love's Jezebel, The Immigrant, van het album Immigrant. Gene Love's Jezebel werd in 1980 opgericht als Slav Arian in Portcawl, Wales, door de antieke tweelingbroers Jor, geboren als John, en Michael Aston, Ian Hudson, Stephen Davis en Snowy White. In 1981 verhuisden de Aston-broers en Hudson naar Londen. Hij noemde de band Gene Love's Jezebel en completeerde de bezetting met de latere All About Eve-zangeres Julian Reagan en James Cheddar. De naam van de band is een verwijzing naar het nummer Jezebel van rockmuzikant Gene Vincent. Van Gene Love's Jezebel verschenen er tot 2017 17 albums. Er zijn momenteel twee verschillende groepen genaamd Gene Love's Jezebel, elk geleid door een van de Aston Brothers. Jay bezit het copyright op de naam in de UK en Michael bezit het copyright in de VS.
uit 1986 Bob Geldof, In the Pouring Rain. En het komt van het album Deep in the Heart of Nowhere. Robert Frederik Zeno Geldof werd 5 oktober 1951 geboren in Dunlaghaire, County Dublin, Ierland. Hij is singer-songwriter, auteur, politiek activist en af en toe acteur. Hij kreeg eind jaren 70 bekendheid bij de zangers van de Ierse rockband The Boomtown Rats. Hij speelde in 1982 Pink in de Pink Floyd's film Pink Floyd The Wall. In 1984 richtte hij met Mitch Ure de liefdadigheidsgroep Band Aid op en schreef hij mee aan Do They Know It's Christmas, een van de bestverkochte singles aller tijden. Ze organiseerden vervolgens het superconcert Live Aid. Geldof werd in 1986 door Elisabeth II, een ereridderorder, KBA, toegekend voor zijn liefdadigheidswerk in Afrika. In 2005 ontving hij de Brit Award voor Outstanding Contribution to Music. Uit 1988 waren dit The Go-Betweens, Streets of Your Town. En het komt van het album 16 Lovers Lane. The Go-Betweens was een Australische indie rockband, opgericht in 1977 in Brisbane, Queensland, door singer-songwriters en gitaristen Robert Foster en Grant McLennan,
die gedurende het bestaan van de band de enige constante leden waren. Drummer Lindy Morrison kwam in 1980 bij de band en de line-up zou later worden uitgebreid met basgitarist Robert Vickers en multi-instrumentalist Amanda Brown. Vickers werd in 1987 vervangen door John Wilstead en deze line-up bleef bestaan doordat de band 2 jaar later uit elkaar ging. Foster en McLennan hervormde de band in 2000 met een nieuwe line-up die geen enkel vorig personeel, behalve henzelf, omvatte. McLennan stierf op 6 mei 2006 aan een hartaanval en de Cobo-Twins gingen weer uit elkaar. En dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren allemaal. Ratatouille Radio On Demand kun je terugvinden op ratatouilletv.wordpress.com. En dan eindigen we in 1989 met Coast Dance van het album Stop the World, Walk in My Shadow. Coast Dance was een Britse gothic rock en postpunk band die in 1985 in Leeds werd opgericht door Kerry Marr, ex-Sisters of Mercy gitarist, en Anne Marie Hurst, ex-Skeletal Family zangeres, nadat beide hun band verlieten. De band tekende een contract bij het platenlabel Carbon Records en stapte later over naar Crusaders Records. Na 4 singles, 7 12-inches, 1 studioalbum en 1 compilatiealbum ging Coast Dance in 1989 uit elkaar. My shadow, you can walk.
And that's the end.